originele Killing Floor begon als een mod voor de game Unreal Tournament 2004 en werd later als apart product uitgebracht op de PC. De fanbase daarvan is nog steeds erg groot en dus hebben de dames en heren van Tripwire Interactive inmiddels de mouwen opgestroopt om met een vervolg te komen. De game waar ik het nu over ga hebben, namelijk Killing Floor 2. Killing Floor 2 is een hele simpele game qua opzet. Je kiest een perk, een klasse als het ware. Je wordt in een level gedropt waar hordes aan zombieachtige wezens achter je aankomen en jij moet deze kapot schieten. Deze Zets, zoals die wezens genoemd worden, komen in waves achter je aan. Dus een soort van golf na golf. Nadat je een wave hebt overleefd, gaat er een winkel open in het level waar je ammo en armor kan kopen. Het aanschaffen van betere wapens is je voornaamste doel in deze fase van een match. Elke perk of klasse heeft zijn eigen set wapens. De support heeft shotguns, de commando assault rifles en de demolition is handig met explosieven. Deze perks kan je levelen door er simpelweg mee te spelen. Er zijn passieve bonussen, zoals extra schade, sneller kunnen bewegen, etc. Om de 5 levels krijg je ook nog eens 2 passieve vaardigheden waarvan je er eentje maar actief kan hebben. Er zijn dus zat redenen om te spelen, zeker omdat je maar liefst 10 perks hebt. Ik heb nu bijna 30 uur speeltijd in de game zitten en ik heb nog niet eens met alle klassen kunnen spelen. Moet je nagaan! De vraag is dan wel natuurlijk of Killing Floor 2 boeiend genoeg blijft. Aan het aantal klassen zal het niet liggen en ook niet aan het aantal levels. Er zijn een shitload aan levels namelijk, die door de ontwikkelaar zijn approved en zijn gemaakt. Deze zijn enorm, zodat ook een groep van 6, het maximaal aantal spelers in deze game, elkaar nog kunnen kwijtraken. Dan zijn er nog extra moeilijkheidsgraden en kunnen spelers zelf ook maken en spelen via de game. Op het moment van opnemen is er net ook een nieuwe patch uitgebracht die 2 maps en 2 wapens toevoegt. Dus de content blijft maar komen. Een toevoeging die ook genoemd mag worden is de versus mode. Hierin gaan 2 teams tegen elkaar strijden. 1 team speelt Killing Floor 2 zoals je dat eigenlijk ook gewoon in de co-op mode doet. En het andere team kan ze nu en dan een van de Zets overnemen. Deze wordt dan sterker en kan een aantal vaardigheden tegen de spelers inzetten. En het team dat dan de meeste golven aan Zets overleeft, wint. Dit klinkt inderdaad heel erg als de versus mode in Left 4 Dead en ik vind het een te gekke toevoeging in deze game. Killing Floor 2 ziet er prachtig uit. Er zitten veel details in de wapens en personages. Maar wat nog indrukwekkender is, is hoe de wereld leeft. In een brandend Parijs heb je allerlei papiertjes die rondwaaien. Het licht reflecteert op alle mogelijke objecten. En vijanden spatten uit elkaar als je een granaat tegen ze aangooit. Als je van lugubere gore houdt, dan is Killing Floor 2 echt jouw ding. Daar waar een level eerst nog verschillende kleuren heeft, na een aantal golven van vijanden kleurt het rood en liggen er her en der ledematen op de grond. Als je een headshot maakt, dan voel je de impact door de te gekke animaties en verschillende niveaus van schade die de Zets kunnen oplopen. De ruige soundtrack maakt dit effect nog groter. De meeste tracks bestaan uit gillende gitaren en harde drums. Het is in sommige opzichten vergelijkbaar met de soundtrack van de Doom reboot. En dat is een groot compliment. Ik geniet met volle teugen van Killing Floor 2. Maar uiteraard zijn er wat kritiekpuntjes. Zoals de wijze hoe je je personage kan aanpassen. Verschillende kledingstukken en skins voor je wapen kunnen vrijgespeeld worden. Alleen is de kans dat je een bruikbaar item krijgt heel klein. De items die je vaker krijgt aan het einde van een match zijn kisten die je met een sleutel moet openen. Een sleutel die je alleen maar kan kopen voor €2,40. Het is natuurlijk de manier hoe Valve nu tonnen met geld verdient aan Dota 2 en Counter-Strike Global Offensive. Maar dan nog net iets vriendelijker, want een kist, die je dus moet openen met zo'n sleutel, kan je ook recyclen naar crafting materiaal waar je er dan 10 van moet hebben om dan vervolgens een willekeurig item te krijgen. Daarnaast moet ik zeggen dat er te weinig bosses zitten in de game. Als je een bepaald aantal waves in een pot hebt gespeeld, komt er een eindbaas die je als team moet verslaan. De Patriarch uit het eerste deel die keert terug. En een nieuwe toevoeging is Dr. Hans Walter. Ja, die ziet wel tof, maar ik had op zijn minst nog een derde boss verwacht. Maar wat niet is, dat kan nog komen natuurlijk. Killing Floor 2 vind ik helemaal fantastisch. Het biedt
tientallen uren aan gameplay. Het ziet er mooi uit, maar het is ook super fijn om te spelen. Het is in principe de eerste Killing Floor, maar dan groter, mooier en met sublieme controls. Op de PC althans, waar ik hem op heb gespeeld. Ik had er ook meteen een klik mee, zelfs in de Early Access al toen ik dit begon te spelen. Als je er echt veel genot uit wil halen, zorg er dan wel voor dat je een paar vrienden hebt die ook spelen, want het blijft natuurlijk een co-op game. Voor de zombieslachters onder ons is dit een absolute must-have. Wat fijn dat je hebt gekeken naar deze video. Vergeet uiteraard niet te abonneren op ons YouTube kanaal en onze andere video's te checken, want nee, die hebben we ook, heel veel zelfs. En we hebben een gloednieuwe website, www.gamergeeks.nl, waar je echt al onze content kan vinden en het laatste nieuws.